Het is tijd om door te gaan met onze volgende Vrijmibo-gast. En ja, toch een politiek getinte Vrijmibo, want we hebben namelijk niemand minder dan Johan Flemmix van de Feestpartij in onze uitzending. De Feestpartij maakt Nederland een stukje leuker. Goedemiddag, Johan Flemmix. Ja, goedemiddag. Ja, ik zit hier achter het stuur. Ik ben op verkiezingstour op dit moment. En ja, het hele land door het rijden. Vanmorgen stond ik om 7 uur al in Twente. En nu zometeen weer door. Nu in Apeldoorn, daar weer door naar Hilversum. Ja, je moet er natuurlijk wat voor doen, hè? Ja, maar even toch een vraag. Je bent nu bij Omroep Flevoland. Dat zou je natuurlijk denken, dat is leuk. Ik pak dat stukje promotie eventjes. Nou, op de kieslijsten van Flevoland staat Johan Flemmix helemaal niet. Hoe zit dat? Nee, daar balen we eigenlijk van, want we kwamen net een paar ondersteuningsverklaringen tekort in Flevoland. En Flevoland is toch wel een van mijn favoriete provincies, maar er was iets misgegaan met de ondersteuning. En vandaar dat we helaas niet op de kieslijst staan in Flevoland. Maar de mensen kunnen natuurlijk wel op ons stemmen, maar dan moeten ze even naar een ander kiesdistrict. En dat kan in Utrecht bijvoorbeeld. Oh, dat mag wel. Je mag als Flevolander zeggen, oh, maar ik wil in Utrecht stemmen, want ik wil namelijk op Johan Flemmix van de Feestpartij stemmen. Dan kan je in Utrecht, Groningen, Brabant, de kiesdistrict Nijmegen, Limburg. Die allemaal wel op ons stemmen. Ja. Maar hoe doet de partij het in de peilingen? Hoe gaat het met de Feestpartij? Want je hebt natuurlijk al 3 keer eerder geprobeerd om in de Tweede Kamer te komen. Dat is niet gelukt. Je zou zeggen, is de 4e keer dan scheepsrecht? Bijna. Of wie weet, de 5e keer. Nee, we staan bijvoorbeeld in Medemblik staan we heel hoog. En ja, ik ken ook niemand in Medemblik. Maar daar stonden we vorige week zelf. Boven de VVD. Dus het kan maar raar lopen. Je weet niet hoe het kan. Ik weet het niet, maar in sommige plaatsen staan we heel hoog. Andere plaatsen worden weer niet genoemd. De landelijke peilingen komen niet helemaal in voor. Oftewel niet. Maar ik ben zelf de lijsttrekker en de lijstduwer op dit moment nog. Dus ja, ik hoop dat we een beetje vooruitgeduwd krijgen. Ja, wat is jouw belangrijkste speerpunt in jouw programma? Nou, we willen alle Nederlanders vanaf 18 jaar en ouder €10.000 netto belastingvrij geven. Dan word je er helemaal blij van als Feestpartij. En voor de mensen natuurlijk. Want na de coronacrisis moet je de mensen weer iets positiefs bieden. En ik denk dat dat wel een heel leuk puntje is. Ja. Pas wat, dan heb je wat. Ja, maar je hoort natuurlijk ook al om je heen dat mensen tijdens die coronacrisis heel veel geld gespaard hebben. Die mensen zijn allemaal te popelen om geld uit te geven. En dan wil jij ze daarnaast ook nog eens een keer die €10.000 netto geven. Misschien is dat wel helemaal niet nodig voor die mensen. Geef dat dan alleen aan de mensen die het echt nodig hebben. Nou, ik vind, je moet ook als politiek bedrijf moet je geen verschil maken. Als je de ene geeft, moet je het andere ook geven. En natuurlijk zijn er mensen die het niet nodig hebben. Maar ik denk dat je met dit bedrag gewoon iedereen heel blij maakt. En je trekt ook meteen die economie uit de slop. Want als je €10.000 belastingvrij en netto gewoon kunt uitgeven hoe je zelf wil. Ja, dan krijgt die economie een mega boost. En uiteindelijk komt het toch wel. En heb je dat ook door laten rekenen door het CPB? Bijna. Ik heb het zelf even doorgerekend. Maar als je logisch nadenkt. Ja. En de mensen gaan veel meer uitgeven. Ja, uiteindelijk komt het via de belasting toch weer terug. En nu, je hebt miljarden aan spaargeld. Mensen durven het nu ook gewoon niet uitgeven. Die denken allemaal, oh, wat gaat er allemaal nog aankomen? Ja. En dat is gewoon dit geld om makkelijker uit te geven. Als je het toch zomaar krijgt. Ja, maar dan zien we jouw soort campagnefilmpje. Staat er op jouw website ook. Daar zien we jou voor jouw leuke huis staan. We zien het filmpje nu ook even televisie. Je rijdt dan ook door, nou wat is het, je woonplaats op een potlood. Denk je nou echt dat mensen dat serieus nemen? Nee. En laten we heel eerlijk zijn. De mensen die heel serieus gaan stemmen, die gaan zeker niet op de Feestpartij stemmen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kiezers die denken van, of we geven hem een kans en laten we zien wat hij uiteindelijk ook echt kan. En ik loop al jaren mee met de politiek. Onze campagne is eigenlijk gewoon even met een ludieke knipoog in de Kamer proberen te komen. En dan uiteindelijk laten zien dat je ook heel serieus je werk kan doen. En dat het niet alleen maar grappen en rollen zijn, maar je het ook echt serieus kunt aanpakken. En daar gaat het om. Ja, want stel dat je zometeen in die Tweede Kamer komt, dan zal een van de eerste onderwerpen zijn, oké, we zijn nu bij elkaar. Stel dat je in de formatie komt dan ook en in de coalitie erbij komt en zo, misschien in de oppositie. Ja. Dan gaat het als eerste natuurlijk gelijk over corona. Ik bedoel, wat ga jij inbrengen dan? Ik denk dat je heel veel in kunt brengen. Het allerbelangrijkste is de positiviteit als eerste inbrengen. En ik zie ons ook een beetje als, we zijn natuurlijk niet voor niks de Feestpartij, een beetje de verbindende factor tussen partijen. Want als je ziet wat er nu al een bepaalde wrijving in ontstaan,
je moet ook met iedereen gaan samenwerken. Want uiteindelijk is het woord samenwerken het woord voor de toekomst. Want je ziet nu ook al dat mensen elkaar uit gaan sluiten. En zeker partijen die elkaar uitsluiten. Uitsluiten moet je eigenlijk gewoon helemaal niet willen. Je moet gewoon echt samenwerken. En de kiezer bepaalt ook uiteindelijk. Ja, maar stel nou, heb je ook serieus politieke ambities? Of zeg je van het is echt allemaal maar een grap? Nee, ik heb echt serieuze ambities. Ik heb alle beleidsstukken lezen. Ik lees ook van andere partijen allemaal. Ik ben eigenlijk al jaren bezig. Maar je kunt je pas laten zien als het eenmaal zover is. Ja. En ik hoop dat het een keer zover komt om echt te laten zien. Er zit iets meer in als een oranje hoedje en met een gek pakje rondlopen. Ja. Is het zo dat er ook iets mis is gegaan met die kiezer? Want ik kreeg toevallig, ik woon dan in district Haarlem. Hè, daar valt Amsterdam en Diemen valt daar blijkbaar dus ook onder. Daar zie ik jou dus wel op de kieslijst staan. En dan zie ik heel zielig de feestpartij Johan Flemmings. En voor de rest staat er niemand onder jou. Stel dan dat je toch meer dan één zetel zou halen. Wie wordt dan de nummer 2 en eventueel de nummer 3 en de 4 op de lijst? Ik ben wel nuchter. Laten we allereerst hopen dat we er überhaupt 1 halen. Ja. Maar als we er 2 halen, ja, dan blijft die plek vrij. Omdat je geen kandidaat eruit. Maar we waren begonnen met 50 kandidaten. Een aantal mensen die hadden niet begrepen wat de feestpartij inhield. En die zeiden achteraf van, nou, ik doe toch liever niet mee. Dus ik dacht, dan wordt de lijst uiteindelijk gerailleerd. Dus ik heb de handtekeningen van de rest van de kandidaten niet ingeleverd. Omdat ik dacht van, ja, dit wordt toch afgekeurd. Alleen, nu hebben ze alleen mijn naam goedgekeurd en alle 49 van de lijst gegooid. Dus het is een beetje een klein foutje gemaakt. Ja. Klein foutje maar. Ja. Je zei het al, we zijn de partij van de positiviteit. Je bent natuurlijk ook een zanger. Hè? Je hebt hit na hit gescoord. Zo ook. Het feest kan beginnen. Vaccin is binnen. Zullen we daar eventjes naar kijken en luisteren? Oh ja. Ja? Wel leuk, ja, hè? Ja, Johan Flemmings was dat. Het feest kan beginnen. Vaccin is binnen. Wanneer krijg jij het vaccin ook alweer? Je hebt hem ook bij je, zie ik. Ja. Is dat het vaccin? Ik moet zeggen, er is nu alweer zoveel commotie om het AstraZeneca-vaccin. Dus ik heb nu ook zoiets van, ik wacht wel even op het Janssen-vaccin. Ja, dat hebben we ook al tegen elkaar gezegd. Hey, en dat liedje, is dit het campagnelied of hoe moet ik dit zien? Nee, we hebben meerdere liederen als campagnelied. Dus we hadden ook nog de avondklok, maar ook de minister van Feest. En de feestpartij, we hebben meerdere liedjes gemaakt. We hebben ook nog het liedje van Ga stemmen, dat ook nog. Dus ja, je moet een beetje reclame maken op de manier waar je denkt dat je goed in bent. Laat ik het zo zeggen. Krijg je eigenlijk een beetje aandacht van de media? Want ik zie jou bijna nergens niet. Bij debatten, er wordt eigenlijk nooit over jou gesproken. Je ziet je nooit in peilingen staan. Dat moet je ook wel een beetje pijn doen, denk ik. Ja, dat telt voor alle kleine partijen allemaal. Want je hebt 37 partijen die er nu meedoen. En ik heb gisteren hadden we nog een gesprek met een heel aantal nieuwe partijen allemaal. Maar die komen allemaal een beetje die aandacht kort. En ook partijen die alle kiesdistricten dicht hebben. Soms Volt zie je nog wel regelmatig en dan Code Oranje. Maar er zijn er heel veel waar je ook echt gewoon helemaal niks van hoort. En dat is eigenlijk wel jammer dat de landelijke media. En dus, ja, en soms word je ook gewoon een beetje ingerald. Ik zou vanavond in een grote talkshow zitten. Maar helaas wordt dan je op het laatste moment. Ja, word je weer uitgeknikkerd, want er is toch weer iemand die wat beter is. Ja, dat risico loop je als kleine partij natuurlijk altijd. Jammer is dat. Welke talkshow is dat? Was dat bij Jinek? Bij. Op één. Helaas, ja. Bij Op één. Ik had er heel vaak. Dat is wel heel belangrijk, hè? Zo'n paar dagen voor de verkiezingen, vanaf maandag mogen mensen al gaan. Dat was natuurlijk perfect geweest als je dan de vrijdag daarvoor nog in zo'n grote talkshow zit. Uiteraard. Ja, ik keek er ook echt heel erg naar uit om daar aan tafel te mogen. En ik was er helemaal blij om. Ik dacht, wauw, bij Paul Leeuw. Omdat dat heb je natuurlijk heel veel mensen. Dan kan je ook je echte verhalen helemaal doen. Ja. Dan kan je ook laten zien dat het meer is als alleen maar een feestje. Maar ja. Ja, dan krijg je natuurlijk politici die natuurlijk toch wat belangrijker zijn. Ja, dan word je toch een beetje ingeruild. Ja. Ja, risico loop je natuurlijk. Ja, maar je zit nu bij ons. Maar dat vind ik ook wel heel belangrijk. En nou hoop ik ook dat je uiteindelijk toch die stemmen gaat halen en de zetel. Want dan kan je eens laten zien van, kijk eens, we hebben toch iets meer in huis. Ja. Hey, je bent op dit moment in Apeldoorn. Je staat voor de studio van Roy. Dan ga je een nieuwe plaat opnemen. Wat heb je daar allemaal meegenomen dan? Ja. Heb je veel nodig om te overtuigen van je zangkunsten? Wat zit er in de doos achter je? Nee,
Nee, we gaan vanavond ook. Heel de auto ligt vol. Ook meteen een clip opnemen. Vanochtend om 7 uur stond ik al in Twente voor een programma. Maar nu gaan we vanavond ook een clip opnemen over de verkiezingen. Over wat je allemaal... Er wordt echt wel een hilarisch liedje. En er wordt nummer 175. Dus vanavond een record aan liedjes. CD 175. Het is toch wel knap. 175 ja. CD's en geen één hit. Ja, eentje. Oh, ja. Ja. Ik heb een keer een nummer 10 gehad. Ja. Wat was dat dan? Welke dan was? Een busje vol met Polen. Ja. Oh ja, een busje vol met Polen. Ja, ja, die was Nederlandstalige nummer 1, hè? Ja. Goed. Oké, okay, wil dus jij... Als je echt iets wil jij een maatschappij die streeft naar meer positiviteit, dan zou ik zeggen stemlijst 32, de feestpartij. En die kun je in Flevoland helemaal niet kiezen. Maar zoals Johan net zelf al aangaf, je kan naar een ander kiesdistrict gaan. Dat kan bijvoorbeeld al in Utrecht. En dan staat hij gewoon op de lijst nummer 32. Dus Johan, heel veel succes namens ons. Ja. Wat heb jij, Arnaud? Ik duik nog even in de stembijl. Wij kunnen voor hem stemmen. Ja, maar ik heb mijn voorkeur aangegeven. Hij komt er niet uit. Nee, maar hij zit helemaal niet in die peilingwijzer ook. Oh. Nou. Nee, helaas. Ja. Ik ga je opzoeken dan op de lijst. Dan kan je ook niet uitkomen als je die in zit. Dat is waar, Dat is waar. Nou, goed Johan, succes. Dank je wel. En laten we hopen dat het lukt, hè, dit keer. Ik gun het je wel. Laten we het hopen. Goed zo. Dank je wel, hè. Doei. Bye.